Truckersfestival in Bandbrug. Waarom? Waarom? Om een gezellig feestje te hebben met allemaal chauffeurs, collega's onder elkaar, zoals het eigenlijk begonnen is. Er was een klein groepje chauffeurs en die hebben dit feest begonnen te organiseren met een paar trucks. En ja, dat is eigenlijk uitgegroeid naar dit. Willen jullie ook het publiek iets laten zien? Ja, we willen het publiek laten zien hoeveel mooie vrachtwagens er ons daar rijden en hoe trots ze op hun wagen zijn en wat ze allemaal kunnen eigenlijk. Hoeveelste editie is het al? Dit is de 9e editie, we gaan volgend jaar naar de 10e. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? We hadden gisteren rond de 2000 open, vanavond weer rond de 2000 komen. Maar ik denk dat we eroverheen gaan. Zijn er iets bijzondere dingen te zien? Ja, we hebben natuurlijk de mini-truckers, ze zijn altijd aanwezig. Die hebben van die kleine radiograaf bestuurbare vrachtwagens. Ja, hele mooie trucks. Gewoon echt aparte dingen. Er staan ook Max op, LZW's, V's. Ja, eigenlijk grote trek, allemaal aparte dingen. Staat er ook al eentje op elektriciteit? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat is een goede vraag. Want dat is de toekomst waarschijnlijk. Ja, dat is absoluut de toekomst. Ja, volgens mij niet. Nee. Dacht ik, dan haal ik het wel weten. Wat is de reactie van het publiek? Ja. Het publiek ziet er allemaal blij en happy uit, volgens mij. Dus dan doe je het goed. En als de kinderen het lol hebben, dan hebben de ouders dat vaak ook. Ah, ik vind het wel mooi, hè. Mooi vrachthouders en zo. U bent een echte liefhebber? Ja, voor mij prima. Wat vindt u er zo bijzonder aan? Hebt u een idee hoeveel vrachtwagens hier zo bij elkaar staan? Oh, ik denk zo'n 200 of zo. En wat vond u het mooiste exemplaar? Ah, daar staan wel een paar mooie in de hoek, maar... Wat voor vrachtwagens zijn dat? Scania's. Al die vrachtwagens, wat hebben jullie daarmee? Nou, ik vind het wel mooi. Hè. Kijk eens. Serieus kijken wat je mag besturen van je baas, of tenminste van jezelf. Je bent een flikkertje. Ja, ik vind het mooi hoor. Ja, ik vind het, ja. Jij bent de vrachtwagenchauffeur? Ja, die groene is van mij die daar staat. Okay. Ja, die mag lenen van mijn collega, zeg maar. Maar ik vind het zelf heel dik dat, ja, dat je toch wel even een auto mag besturen, ja. Het is een behoorlijke verantwoordelijkheid, lijkt me. Ja, nou ja, voor ons is het een boodschappenkaartje ondertussen, maar voor hun is het best wel een groot ding, ja. En is het nog leuk met de drukte op de weg? Nou, op zekere moment wel. Ik sta wel achter de boeren daar tegen, maar soms gaan ze net een stapje te ver. Heb je nog een beetje naar uw zin? Ik wel. U dan? Wat vindt u zo mooi hier aan dit evenement? Gewoon die bierdrinken zo, een beetje gezelligheid. En de vrachtwagens dan? In de zin helemaal niks. Grapje, ja. Wat vind je het mooiste exemplaar die hier tussen staat? Die van mij. Mijn eigen auto. Dat is het mooiste. Wat voor merk is dat? Volvo. Zijn dat de beste? Ja, dat zijn de allerbeste. Een beetje van dit evenement? Ik geniet hier heel erg van dit evenement. Zo erg dat ik vanmorgen vermoeid op het wakker worden. Waar komt u vandaan? Dedemsvaart. En wat vindt u zo mooi aan dit evenement? We vinden de gezelligheid zo leuk en de sfeer met elkaar, ja, daar houden wij wel van. Het is met name de gezelligheid, merk ik. Ja, absoluut. Geniet u nog een beetje? Ja, zijn je mooi toch? Maar bij ons zie je dat nooit in het westen van het land. En waar let u dan op als u zo rondkijkt? Ja, alles. Vrachtwagens, mooi gewoon. Plaatje, foto's maken. U hebt er wel wat mee? Nou, ik heb vroeger wel op een vrachtwagen. Maar nu niet meer.